Even een mededeling. Bij één blooper waarbij ik praatte over de bubbelbuis, waarvan ik mijn lader er bijna uittrok, is niet opgenomen. Waarom weet ik niet, maar ja. Hoi jongens, welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal Joop van der Linden. En ja, als verwacht is Timo er weer bij. En ik zet even de iPad iets harder hoor, dan kunnen jullie Timo iets beter horen. Zo, praat eens. Praat eens. Oh, wacht nog een keer, want dat deed niet goed. Hoi jongen. Ja, prima. Vandaag ga ik de leuke bloepertjes laten zien vanuit mijn video's. Dus veel kijkplezier. En laten we met de eerste blooper beginnen. De eerste... Wat? De eerste blooper was bij dit is ons hamster. Wat schattig en dan zo'n hamstergezichtje. Dat ik Hammy echt niet opgepakt kreeg. Gekke Hammy. Ik ga hem even oppakken, want hij gaat een beetje te ver. Hammy. Kom je eventjes hier, alsjeblieft. Hammy. Kom eens. Hammy. Hij schiet het onder mijn hand vandaan. Wat ook een blooper was bij de film, bij de video Bubbelbuis, dat ik mijn lader er bijna uittrok. Dus ik wou mijn iPad iets verder af, maar toen trekte ik mijn lader er bijna uit. Kijk maar even. De volgende blooper is bij de video Dansmat. Dat is echt dat toen ik dat volume harder zette, ging echt heel hard kraken. En toen dacht ik even van, wow! Het ging helemaal fout. Nu laat ik ze even voor de lol horen hoe het klinkt als hij zo hard staat. Dat klinkt echt niet. Niet schrikken. 3, 2, wacht, ik moet even de schakel. 3, 2, 1. Nog een blooper in dezelfde video was dat ik op de dansmat ging jumpen en toen opeens deed hij het niet meer, dat ik dacht dat hij kruk was. Dus ja, kijk maar even mee. Oh. Ja. Is hij kapot? Wat ik wel heel even moet zeggen jongens, al die video's die zijn, heb ik van YouTube opgenomen. Dus als jullie dat afspeelschema zien van pauze, play, video vooruit en teruguit ofzo, dan komt het dat ik dat van YouTube af heb gehaald. En ja, een nieuwe blooper is bij de video Leuke Robot, dat die robot vol op zijn kont donderde. Hi jongens! Oh. En nieuwe blooper uit de video Bibberbal is dat toen ik die klepjes open wou doen, dat het helemaal fout ging. Dat ding draaide tegen de klepjes aan en het kriebelde behoorlijk omdat het dat ding tussen mijn benen had. Dus ja, wel een leuke blooper. Zo, dan zal ik hem eventjes tussen mijn benen houden. Dat kietelt! Oh mijn god jongens, het ging helemaal fout. Een blooper uit de video Bibberbal was dat hij uit elkaar sprong en dat ik me echt wild schrok. 1, 2. Hé, hey, dat is een stuk uit. 1, 2. Oh! Oh! Oh, nou hebben we leuke dingen, Job. Nou hebben we leuke onderdelen. Wacht, leg ze bij elkaar. Zoals je ziet, eigenlijk een blooper in hetzelfde fragmentje als net, dat mama op zijn kop had gefilmd. En
Nu een blooper in de videospiegel kapot gooien deel 2. Is dat toen ik zei dat er een scheur in zat, wat eigenlijk een kras was, maar ik weet niet waarom ik scheur zei. Dat Timo er zo... Wat? Doe eens, Timo. Ja, zoiets. En ja, we doen even 2 fragmentjes achter elkaar. De eerste is, ja, wat ik net zei met dat... En dat tweede is dat wij de Bobby Mini als tennisbal gingen gebruiken. Ja, zeg. Leuk. Ja, dat zei jij, precies zo. Kijken jullie even mee? Timo! Ja! Hé hey, jongens, hij is gescheurd. Er zit een scheur in zijn achterwerk. Kijk, ik zal het heel even laten zien, jongens. Hier, die hele achterkant, zit een heel en hier een hele scheur. En nu het fragmentje dat we gaan tennissen met Bobby Mini. Timo! Timo! We zijn, we gebruiken de Bobby Mini als tennisbal. Yo! Ik sloeg mis op de tegel, dat is helemaal wit. Nou, de volgende blooper is in de video Speelgoed Aap en Spullen van Sinterklaas. Is dat ik ging stoeien met de vingerling. Kijken jullie mee? Ouch. Ouch. I think it's ouch. Stoeien met de vingerling. Oeh. Zo. Een nieuwe blooper uit de video Al mijn Bobbert en Simon spellen is dat Timo was aan het horen hoe leeg zijn rare rookworst was, wat hij toen deed. En mijn rare rookworst stond er ook aan, dus ik drukte per ongeluk, ik deed per ongeluk dippen. En toen ging hij vol door Timo zijn rookworst heen praten, zodat jullie Timo zijn rookworst niet meer konden horen. Oh, stop, 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 stop. Oh. Nee, mama, je mag ons niet op een onderbreken. We zijn met een video bezig. Ja jongens, de volgende blooper is dat ik in de speciale video voor de 20... Oh nee, trouwens jongens, bij sommige stukjes is het geluid weggevallen, dus hoor je me zomaar. De volgende blooper is dat ik met een bakje heel grappig ging doen. Dus laten we even gaan kijken naar de blooper. En ik lag echt in een deuk toen. Weg ermee. Ik vond het wel een hele goeie, jongens. Nou, dat dus. En de volgende fragmentje is dat ik Hypetas ging spelen, maar dat hij een beetje raar deed. Kijk maar. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe... Oepsie. Video op mijn kanaal Jof van der Linden. We gaan weer Hypertas spelen. En Hypertas bedoel ik. Hypertas is een game. Wat? Hypertas. Oh. Placeball. What the fuck? Hypertas. Davy. En ja, Emke, nou, die muziek het wel recht op mijn video heen. Ga ik gewoon in. Oh, dank je. De volgende blooper is dat tijdens het spelen viel die bal eruit in dezelfde video als met, dus Hypertas spelen met een bal. Viel die bal eruit, terwijl ik in een potje was, was ik af! Oh god. Die bal schijt eruit. En dan ben ik af en dan weet ik alleen niet waar die bal is heen gerold. Jongens, ballentocht. Nou, dat ging dus een beetje fout. Heel. 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 Even opnieuw. Echt fout.
grapje. Sorry jongens, dat was dus een beetje heel erg onnodig. We gaan door naar de volgende blooper. Next blooper! De volgende blooper is dat... was dat bij die ghost detector radarcamera. Was dat aan het einde denk ik zo van... Help, zit een geest! Later dus sloot ik de video af. Dus deed ik net of ik bang was voor een geest. Dus laten we maar even gaan kijken naar de blooper. Nou, denk jullie ook niet. Signal lost. Ik zie dat deze video een beetje kort is. Maar dat boeit niks. Als ik überhaupt maar een video maak, dan is het prima. Voor jullie, hoop ik tenminste. Ghost signal acquired. Later! Ik ga heel even kijken, jongens, of er nog meer bloopers te vinden zijn. Ja, ik heb nog een blooper gevonden, jongens, bij de video De Weef is Bijna Leeg. Viel die uit. Ik was verbaasd van, oh mijn god. Van, waarom? Laten we kijken. Ik heb het ook gezegd, hé. Hij is uitgevallen! Timor, dat hij vroeger, dat hij straks uitviel, was een grapje. Maar nu viel hij echt uit. Ja, dat hoorde ik. De volgende blooper, de laatste ook meteen, is dat... bij de kermis, de video die ik opgenomen heb, één dag voordat ik deze video heb opgenomen, viel Imke bij, hoe heet het ook alweer, dat je moet springen over zo'n kussen. Nee. Ik weet niet hoe dat heet, maar dat je zo moet springen over een kussen en dat Imke toen vol viel. Viel op dat ding en toen ging die kussen, die kwam er tegen aan. Dat was heel grappig. Ik kan het niet goed uitleggen. Wacht. Het beste is toch maar om eventjes het fragmentje te laten zien. Nou, dat is Imke dus. Die is, ik weet niet hoe het heet. Best leuk. Ja jongens, en dat waren alweer de bloopers. In al mijn video's. Als er nog meer bloopers komen in nieuwe video's, laat ik het weten. En ja, wat ik nu zeg is like this movie. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik later. Later.